Hey kijkers van Dus David Games, ik sta hier samen met Chunker en we zijn in... Manticore natuurlijk. We zijn in Manticore natuurlijk. En het is een beetje anders, zoals je ziet. De huisjes zijn gevuld. Ik zie dat jij een houten zwaard hebt en ja. Oh, die heb ik ook. Die doe ik even aan. En een appel. Oh, ja, en een appel inderdaad. Dit zijn eigenlijk een beetje de start items hier in Manticore. Wij gaan honger krijgen. Je kan doodgaan van de honger. We kunnen dorst krijgen vanaf de volgende update die we gaan doen. Dat is de versie die jullie uiteindelijk kunnen gaan spelen. En wij hebben dus, zoals we in een andere video hebben aangegeven, allerlei plugins gemaakt. Die ervoor zorgen dat je random items kan krijgen. Correct, hè? Yep. Dus zullen wij gewoon eens even een potje Manticore gaan doen met z'n tweeën. Samen survivalen, dus we gaan elkaar niet slaan. En, dat mag gewoon... niet doen. Nee, dat mag niet. En gewoon even kijken van ja, hoe en wat. Hoe gaat dit? Hoe werkt dit? We moeten dus eigenlijk gebouwtjes in. En ja. Spul looten. En dan gauw voordat het donker wordt. Want dan komen de zombies. En die hebben wat voor modificaties precies? Nou, die zijn sneller, slimmer en sterker. Dus we gaan sowieso ga je dood van de zombie tegenkomen. Oh, dude! Ik wou gewoon die kist slaan. Oké, ik heb het. Dan sla je mij! Ja, sorry. Oké, ik heb twee van die chests. Het begint al goed hoor, ik heb er alweer bijna 3 hartjes vanaf. Even kijken. Ik zie hier een chest, hey. Waar? Daarachter. Ach, die boom. Nice. Dus jongens, blijf goed kijken naar chests. Uiteindelijk weten jullie de spawn chests wel te vinden, gok ik zo. Maar voor het idee. Oké, jij bent er naar boven. Oh, ik kan er niet bij. Oh, jij kan er wel bij. Nee. Niet? Nee, ik kan daar net niet bij, dus dan moet ik via hier. Oh, en hier heb je een button voor nodig, of niet? Ja. Want daar zie ik een chest en ik zie daar een chunker. En daar zie ik nog een chest. Oké, dus buttons verzamelen, die zijn net als bij MineZ, dus zeg maar super zeldzaam. Daar komt het op neer. Ja, die zijn super zeldzaam. Vet. En ze die spannen ook, hè? Dus als je op het moment dat je een deur door bent, kom je er moeilijk eruit. Ja, inderdaad. En we gaan ook werken met perks volgens mij, waarbij spelers die heel veel voor de server doen, heel veel online zijn, heel veel publiek trekken, die kunnen hun eigen huisje krijgen, correct? Ja, klopt. Dat wordt super vet. Dat wordt echt super vet. Je hebt een eigen huisje met een eigen chest, dan kan je spullen eigenlijk later in opslaan. Ja, en als je dan dood bent, dan kun je... Oh. Dan kan je ook weer respawnen in je huisje. Vette zolder. Ja, dan heb je eigenlijk een beetje een custom spawn plek. Hier erop. Zal ik erop gaan? Ik ga gewoon door. Ik spring er gewoon bovenop. We hebben nog een zwaard en nog een ladder dinges. Daar hebben we niks aan. Ik zit er bovenop. Hey, David. Hey, hier zit er ook eentje in de muur. Hoe kom je er bovenop? Springen. Oh, wat heb je gekregen? Oh, ik kan die kapot slaan. Oh, dat is kut. Oh, dat is een nap chest. Doe je zo je best. Echt hè, wat een anticlimax ook. Waar gaan we ook weer naar beneden? David. Hey, ik zie trouwens dat je geen levens er meer bij krijgt. Jawel. Moet je ik heb gegeten. En als je hongerbar vol zit, dan krijg je je hartjes weer terug. Ja. Oh god, want ik heb 3 honger, ik heb maar 1 appel. Oh, moet je nog een appel? Heb je een appel? Ik heb een appel. Hoe kom je eraan? Ik had toch sinds spannend toch nog een appel? Oh, je had inmiddels nog meer eten gevonden. Oké, okay, cool. Hier, door een roodjes appel. Yay! Oké, okay, let's go. We moeten echt als... Oh ja, ik zie het. Het komt nou terug, ja. It's all coming back to me now. Oké, okay, gaan we eens kijken. Time I was falling in love. Hier is een huisje. En deur. En naar boven. Ik ook, met mijn zwaard en al. Ik zie een chest. En... Oh, hoezo kan ik het glas... Oh, ik ben OP. Normaal gesproken kunnen ze het niet kapot slaan. Normaal gesproken kunnen ze het glas... Ik heb 4 heal potions. Oké, okay, nice. Die kunnen we gebruiken. Hoop ik. Fysiek grief voordat je er rondloopt. Met je mijn glas kapot slaan. Maar we zitten nou dus vlakbij een spawnplek. Dus een beetje aan de buitenkant van de map. Er zijn toch wel epic chests, hoop ik, hè? Gewoon met epic loot erin. Ja, maar niet in de buurt van je spawn natuurlijk hier nog. Nee, dat is logisch. Voor de epic chest moet je echt moeite doen. Echt moeilijke dingen springen. In het midden, bij de Arc de Triomphe en zo. Vind je daar wat of niet? Dan ga ik alvast naar de volgende. Ik heb hier niks gevonden. Hallo, chest. Nee. Geen chest. Damn. Helemaal niks? Helemaal niks. Ik heb er wel één. Oh. Ik heb weer zo'n ladder tunic. Ik heb er al 4. Ik wil boots en zo.
kiespannen ook. Misschien wat moeilijker te krijgen. Maar... Ja. Wel handig dat die chests, want die zijn natuurlijk wel de meeste, geven de meeste protection. En... Oh, ik heb er weer een. Ik heb een chain helmet, vriend. Wow, nee, serieus? Ja. Vet. Ik heb een... meer heal potions. Nice. Die nog niet nodig. Misschien wel handig, hè, voor vannacht. Aangezien die zombies zo sterk zijn, dat we het overleven of wel niet. Oh, die staat daar smerig, die chest. Waarom gaat die niet open? Oh, ik heb chain boots en leather boots. Nee, serieus, mag ik die leather boots hebben als je van de chain boots hebt? Je mag gewoon vechten. Ik ben trouwens boven in een van de huge ass opslaggebouwtje. Ik ben buiten bij de... Waar is dat? Even kijken. Bij het marktje. Oh, ik heb ook health potions nou. Instant health 2 zelfs. Die zijn echt best chill. Zijn dat splash potions of zo? Nee, weet ik niet. Probeer eens. Nee, want ik ben vol health. Dus ik heb nog meer health potions. Jezus. Oké. Maar je moet bedenken van, oh mijn god, wat OP, zoveel health potions. Maar deze server die zit straks vol met mensen. Yep. Dus ja. Oh, ik zit op het dak. Ik zit op een dak. Hoe kom je op het dak? Via 4 verdiepingen hoog. Welk gebouwtje? Weet ik veel. Hop. Auw. Oké. Waar zullen we naartoe? Waar gaan we heen? Waar wil jij heen? Waar ben jij eigenlijk? Dat is de vraag. Boven je. Hoi. Hoe kom je daar dan weer op? Ja, dat via dat hier gebouw hier links, maar ik moet er weer af, want ik kom er niet meer op. Snap je? Ja, dat is misschien wel handig als je er van af gaat. Als je dan springt, dan vang ik je wel op. Ja, nee. Ik loop gewoon even verder. Ik loop hier nou achter, ik ben inmiddels van het dak af. En wordt het al bijna donker of niet? Want dan moeten we toch wel een plek zoeken. Wat eigenlijk een beetje... Het begint wel te regenen. Oh, zet die eens uit met de command of zo, want dat is echt fucking storend. Ja hoor. Wat een beetje de bedoeling is jongens, is dat je... Oh, ik heb ook pants. Is dat je zeg maar met mensen samenwerkt, want neem van mij aan, dan leef je langer. En gewoon slim spelen. Dus als het donker wordt, ga gewoon een huisje in, weet je. Dat ja. Werkt. Waar ben je, Pieter? Ik sta nog even beneden. Oh. Kijk waar jij stond. Kom eens deze kant op zo. En zoals je ziet, wij rennen niet. Waarom rennen wij niet, Pieter? Omdat je dan... Achter je. Ik zie je niet. David, waar ben je? Ik zie je echt niet, ik ben blind. Oh, wauw. Oh, daar ben je. Ja, de reden dat we niet rennen is omdat je gewoon heel weinig eten vindt op de map. Ja. Dat is zeker waar. Ik heb nog helemaal geen... We hebben wel health potions, maar geen eten. Hey, je hebt vast wel leather boots over. Oh ja. Leather boots. En boots. En aan. Hey, hoe kom jij weer aan een leather helmet dan? Gewoon, ik heb er nog eentje. Ah, nee, of niet. Ik heb betere shit, man. Hier, ik heb... Ja, en jij hebt gewoon chain gevonden. En wie mag dan weer de chain? De slechtste PvP'er. Hey, ik ben niet slecht. Even kijken. Zit die beneden wat? Kun jij eens kijken? Dan ga ik even boven kijken. Is goed, hè? Nee. Er zitten trouwens geen traps op deze map, hè? Nee, klopt. Hier zitten helemaal geen traps. Het is natuurlijk niet leuk als de halve mop opgeblazen is. Eten, eten. Eten? Ja, een kip. Kip! Jij vindt wel weer kip, hè? Yep. Ik vind zand en health potions. Cool. Zand. Ja, zand. Er zit serieus een blokje zand in? Nee, er lag gewoon zand beneden. Ik weet niet, schijnbaar is er gewoon zand door het raam naar binnen gekomen. En, poep. Hey. Oh. Hey, hij blijft openstaan. Dan is hij weg. Pieter. David. Oeh. Pieter, voor mij. I know where to find all the good chests, bro. Ah, stiekem heb je gewoon hacks. Ik wist het wel. Give me the good chests, bro. Ja, echt al. Een dikke cheaterij. Ik zei alles. Is dit trouwens een goede plek om te... Oh, ik zie nog een chest. Is het een goede plek om te overnachten of niet? Nou, het is hier wel licht, dus... Wow, hier komt veel uit. What the fuck? Hoeveel? Wat heb je? Ja, niks speciaals, maar ik heb een veer. Een veer? Ja, dat is echt vet. Gaan we gewoon even voor de kijker spannend doen en gewoon naar buiten lopen zometeen? Even om te laten zien, ja, wat ze allemaal kunnen doen. Kunnen we doen. Het lijkt me wel heel vet om naar buiten te lopen en al die zombies tegen te komen en zoiets van... Hey, zombies, kom jij eens hier? Maar waar vinden we melk? We hebben dus meerdere chests. We hebben civil chests, dus daar zitten ja. Ja, houten zwaardjes in en misschien een keer chain.
En ja. We hebben medic chest. Daar zitten dus health potions in en vreten en zo. Of zit daar geen vreten in? Medic chest zitten voor nu alleen maar health potions in. En op dit moment hebben we nog maar twee spawnlijsten, zoals we het eigenlijk noemen. Dus voor nu kunnen we dus eigenlijk alleen maar nog even armor tegenkomen. Maar straks kan je echt heel veel tegenkomen in het spel. Dus de epic chests ook en zo. Dat is wel vet. Daar moet je moeite voor doen, hè. Die zou je heel weinig vinden. Dan moet je echt gewoon de moeite voor doen. Oké, dan gaan dan zombies. Moet je gewoon naar het midden gaan. Waar zijn die zombies? Het is overal zo licht, hè. Overal staan torches en... Ja, dat is voor ons wel chill. Ik ga gewoon even rennen. Doe dat. Springen, rennen. Oh shit, ik heb een zombie gevonden. Waar? Ja, hier bij me. Help. Ziet er snel zijn. Help. Ja. Wow, 3 damage, real? Ah, nee. Oh. Hey, een schaap, een parker. Schaap, een parker. Ik ben niet heel goed in PvP, ben ik achtergekomen. Echt, hè? Ik ga eens verder kijken of ik nog meer kan vinden. Ik ga ook springen en rennen en springen en rennen. Waar ben je? Nee, niet springen, rennen en doen. Ik heb er twee achterop aan. Oh, help. Oh, we zijn echt snel, hè? Ze target ook alleen mij, dat vind ik. Dood. Ga maar dood. Haha. Niet meer rennen en springen en doen. Niet? Nee, want we hebben nog helemaal geen epic chests of niks, hè? Het is gewoon... We zitten nou in de basic der basic. We zijn nog niet voorbij onze spawn gekomen. Als je dus vette dingen wil, eigenlijk een beetje als je het gaat vergelijken met MineZ, is het eigenlijk net als dat je naar het noorden moet, maar hier moet je naar het midden. Oeh. Health pots. Ben je binnen, David? Ja, ik heb health pots gevonden. Oh, kom nog in. Doe die deur dicht! Nee! Oh god. Nee! Vier. Fucking hell. Leef je nog? Ik ben, we hebben lag. Oh, ik ben dood! Ik ook zo. Yo, ik ben ook dood. Nou, doe dus voortaan de deur dicht. Niet zoals Pieter net deed. En dit is Manticore. Eén spant weer op een heel andere plek. Pieter, ik vond het vet. Dit gaan wij dus vanaf wanneer spelen? Wanneer zou het ongeveer af kunnen zijn? Ik geloof dat als wij nu hard doorwerken aan de map, dat wij ongeveer met, wat denk jij? Een maandje? Misschien sneller, denk ik, want de plugins die zijn in principe al klaar. Klopt. Het is echt puur een kwestie van die huisjes allemaal vullen en afmaken. Ja. En dan gaan wij als mods gaan wij de chests plaatsen. En voor de spelers die nou kijken, die toevallig de 5000 of 10.000 abonnees hebben op YouTube en willen livestreamen, neem dan even contact met mij of Pieter op en dan zorgen wij gewoon even voor een speciale perk dat je niet de hele tijd geghost wordt en doodgemaakt wordt, dat je gewoon lekker kan livestreamen zonder dat het gelijk heel erg OP wordt dat jij meedoet. Ja, Pieter, Manticore, ja. Ik heb er zin in. Het begint al volwassener te worden. Het is echt een team game, want als je dit in je eentje had moeten doen, was je nog veel sneller dood, volgens mij. Daar ga ik wel van uit. Het is niet iets wat je... Je kan het solo spelen als je een hele goede PvP'er bent en echt weet waar alles zit. Maar dit kan je... moet je echt met een team, met vrienden, met alles. Dat is het. Gaan we ook iets van een map maken, trouwens. Want dat werkt zo goed, die MineZ-map, iedereen gebruikt dat. En dan weet je ook gewoon ongeveer waar je heen moet. Al is het maar qua coördinatie. Ja, er komt straks een hele mooie toffe map bij, waar je dus ook waypoints kan downloaden. Want straks krijgt ieder plaatje of gebouwtje krijgt een eigen naam. Zodat je natuurlijk kan zeggen tegen vrienden, hey, ik ben nu daar en daar, kom je daar ook heen? Ja, en als je nou je eigen huis hebt, dan krijgt die ook een naam en die wordt ook voor iedereen zichtbaar dan, hè? Ja, en dan kan je zelf je vrienden uitnodigen. Niet iedereen kan zomaar jouw huis inlopen, dus je moet echt je vriend uitnodigen in je huis. Dan kan die erin, dan kan die er spawnen. Je hebt straks zelfs een chest, die kan je later ook upgraden, dat je meer chests hebt, of meer opslag, misschien zelfs wat water. Ja, en premium, dat is dus wat we dan nog willen gaan doen. We moeten nog even over nadenken hoe we dat precies gaan doen. Dat is zeg maar dat je zelf kan bepalen waar je spant. En dat je één of twee extra start items hebt, hè? Ja, en een gekleurde naam of het gekleurde armor. En... Super vet. Jongens, het lijkt me tof dat jullie alvast eventjes teams gaan bedenken. Voor jezelf en voor je matties. Want dit is niet iets wat je in je eentje gaat doen, net als MineZ waarschijnlijk. Vooral ook omdat het een kleinere map is als MineZ. En ja... Het is echt een clusterfuck gewoon op een gegeven moment. Wij gaan even lekker verder bouwen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat informatie had.
Volg mij en Pieter even op Twitter als jij meer updates hierover wil. Abonneer op Dus David Games, geef de video een like, favoriet. En nou, binnenkort nog maar even een update videootje, Pieter. Hè? Ja, inderdaad. Als we weer nieuwe dingen af hebben, als we de epic chest klaar hebben. Kijk, waar zijn die zombies? Ik ga rennen tot ik ze tegenkom. Oh, ik weet het al. Ik ga naar die ene plek. Oh, dat is het laatste wat ik doe. Ik ga nog even terug naar waar die... Oh, ben jij zombies? Nee. Je hoeft ze niet te spannen. Moet even serieus. Legit. Dus ik ga kijken. Hier zaten ze toch, die bitches. Nou, ze hebben er niet heel veel zin in. Overal het licht. Ja, ik denk dat je net als bij MineZ gewoon een soort mop moet doen. Dat ze gewoon ook gewoon overdag kunnen komen. Ja. En natuurlijk moeten alle koeien en andere beesten uit. The fuck? Ze waren net nog hier. Ik heb ze toch vermoord? Nee. Ik heb ze niet vermoord. Ze hadden mij vermoord. Dan hebben ze waarschijnlijk opgegeten en meegenomen. Wow, mijn inventory zit vol. Oké. En het loont natuurlijk om andere spelers te vermoorden. Want het is niet alleen maar samenwerken, dat is ook vies nakken. Dat doet het hem. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.